Kijk, we hebben zelfs een story gehad. Nou, ik denk dat het hier was. Bij de auto, iets verder nog die kant op. Nu is het een doodgewone parkeerplaats. Maar op Koninginnedag in 2004, 9 jaar geleden alweer, was het hier in Warffum wel anders. Tijdens het bezoek van koningin Beatrix traden leerlingen van het Hoge Landcollege op. Toen plots een paar van hen de stoute schoenen aantrok. Zij kunnen over 2 dagen zeggen dat ze ooit met koningin Maxima hebben gedanst. Ik was nog jong en onbevangen. Zou ik nu niet meer doen overigens. Maar ja, toen kwam ze eraan. Toen dacht ik van nou ja, laat ik haar gewoon vragen. Dus ik stapte op haar af en ik vroeg, wil je dansen? En toen in één keer van, nou, oké. Ja, ik ging daar wel zo dicht mogelijk bij staan, ja. Ik denk, je weet vooraf niet echt waar die camera's staan. Want daar let je gewoon niet op. Maar ja, dat was natuurlijk wel het doel. Ik denk van, ik wil wel op de televisie. Het was natuurlijk heel leuk. Hier. Ja, iets jonger nog. Komt Willem-Alexander erbij. Je ziet dan op een meter afstand zie je ze met z'n tweeën staan. En je ziet Willem-Alexander een beetje verliefd kijken naar Maxima. En dat valt je dan ook wel op. Ik had Beatrix ook nog gevraagd, maar die wilde niet. Dus dat is wel jammer. Maar ja, dat je een koninklijk paar zeg maar zo van dichtbij hebt kunnen meemaken, dat is wel iets moois. Maxima danst vrij natuurlijk. En wat ik me nog kan herinneren is dat ik Willem-Alexander heel erg een beetje in de stijldansmodus zie. Dus vrij strak en een beetje zoals ik ook zou dansen, zeg maar. We hebben gewoon eigenlijk in een soort van rondje om me heen gedanst. En af en toe een beetje vastpakken. Nou ja, dat ook ja, een beetje raar gezegd, maar... Nee, we hebben gewoon samen gedanst, laten we het zo zeggen. Dus, Kijk, daar zit hier Marjolein en daar ben ik. Voor mij krijg ik daar nog een hand. Ja, zie je? Staat erop hoor. Leuk. Hoop op het nieuw dansje. Ik heb er al een soort van nieuw nummer toegestuurd. Een soort van koningslied-achtig. Maar we gaan kijken of ze dat wil dansen. En toen ik 's middags in Winsum weer terugkwam... En ik over de markt liep, dacht ik ook dat iedereen mij aankeek en iedereen me kende. Maar goed, dat bleek dus even niet zo te zijn. Maar ik heb wel geoefend hoor, de laatste tijd. Dus de volgende keer als ik haar weer vraag, dan doen we gewoon de salsa.